Komende weken presenteert hij columns waarin hij zijn visie geeft. Camera en microfoon voor kandidaat-partijleider Ronald Plasterk. Nederland is een van de oprichters van de eurozone. Aan het bijbehorende groei- en stabiliteitspact moeten de landen zich houden. Je kunt een verdrag opzeggen, dan stap je uit de eurozone, of je houdt je eraan. Meer smaken zijn er niet en Nederland moet zich er natuurlijk aan houden. Het verdrag zegt dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3% van het nationaal inkomen. Ons land koerste vorig jaar nog aan om het tekort dat netjes binnen de perken bleef. Maar over een week krijgen we de cijfers van het Centraal Planbureau en alles wijst erop dat Nederland plotseling omlaag duikt. Als je dan die 3% grens echt zou willen aanhouden, zou je voor volgend jaar ergens tussen de 5 en de 10 miljard extra moeten bezuinigen. Eigenaardig is dit. Van de zogenaamde AAA-landen, de rijkste landen, Duitsland, Finland, Luxemburg en Nederland, halen de andere drie fluitend de grens. Het zit ergens bij de 1% tekort. Hoe komt dat? Aan de ene kant, de Nederlandse open economie reageert altijd wat harder op veranderingen in de wereldeconomie. Maar de Europese Commissie concludeert vooral twee redenen. Achterblijvende binnenlandse bestedingen door de harde bezuinigingen en verlammende onzekerheid op de woningmarkt. Allebei dus het gevolg van het kabinetsbeleid, taboe op de woningmarkt en het eenzijdig kaansschaven. Ons land is in een recessie geschoten. Notabene Frankrijk, dat onlangs zijn AAA-status verloor, dat groeit. We doen het uitzonderlijk beroerd. Kijk even naar het kaartje van Europa. Rood zijn de landen die in de krimp zitten. Nou, je ziet ze. Griekenland, Portugal, Italië, the usual suspects. De noordelijke zone is helemaal blauw. Eén dikke rode stip en dat is Nederland. We doen het beroerd. Alle economen van de wereld waarschuwen om niet volgend jaar bovenop de lopende bezuinigingen nog eens voor zulke hoge bedragen te gaan hakken. Want dan zakt de groei nog verder, de belastinginkomsten nemen nog verder af, nog weer bezuinigen. Exact de manier waarop Colijn ons in de jaren 30 in diepe armoede dompelde. En Colijn heeft zijn tekort nooit omlaag gekregen. Het werkt niet. Je moet het omgekeerde doen. Krijg je de groei weer aan de gang, dan smelt het begrotingstekort weg. Dat zagen we al gebeuren in 2010. Is het dan eigenlijk niet gek dat dat pact ons zou dwingen tot iets dat geen verstandig mens in zijn bolle hoofd zou halen? Deugt dat pact dan niet? Nee, dat pact dat deugt wel. Want gelukkig gaven de makers van het pact de mogelijkheid om aan de Europese Commissie te vragen rekening te houden met exceptional circumstances, uitzonderlijke omstandigheden. Want er is ook een groot Europees belang meegediend dat Nederland zichzelf niet via een orgie van bezuinigingen in een recessie stort. Dit is wat ik zou doen. Een hervormingsbegroting die de tekorten echt oplost door economische groei, door te investeren in innovatie, door de woningmarkt weer aan de gang te krijgen. En ja, dan desnoods die 3% grens 1 of 2 jaar later bereiken. Maar dan moet je wel de maatregelen nu in gang zetten. Laten zien dat je er nu de politieke steun aan geeft, niet de rode cijfers doorgeven aan onze kinderen. Met dat pakket zou ik naar Brussel lopen en zeggen, sorry, wij hebben uitzonderlijke omstandigheden. Namelijk het uitzonderlijk domme beleid van de Rutte-regering, die het met zijn taboes heeft klaargespeeld om Nederland als enig land in Noord-Europa in een recessie te doen belanden. De Rutte-recessie. We gaan nu weer verstandig beleid voeren. En Brussel zal het accepteren, want het is tenslotte een groei- en stabiliteitspact. Niet een krimp- en crisispact.